Economisch bekeken. Paragraaf 5. Zomerkonentjes. Te duur. Stel de aardbeien, een bakje aardbeien van 500 gram kost 3,50 euro. En je vindt dat te duur. Dat betekent dat de vraag van kopers naar aardbeien dus niet goed is. Want je krijgt de hoeveelheid aardbeien wordt te duur bevonden. Je betaalt dus een te hoge prijs voor die hoeveelheid aardbeien. Wat is de vraag dan? Als iets bijvoorbeeld te duur is, dan betekent dat dat mensen de prijs hoog vinden en daarom er geen behoefte aan hebben. De vraag is dus laag. Terwijl als de prijs laag is, dan zal de vraag stijgen. Dan wordt de vraag naar een product, bijvoorbeeld aardbeien, groter. Het aanbod. Op het moment dat het aanbod heel laag is, zal de prijs hoog zijn. Zeker als er veel vraag naar is. Terwijl als het aanbod heel groot is en er is weinig vraag naar, dan is de prijs dus laag. Voor ondernemers geldt dus dat de hoeveelheid aardbeien die ze aanbieden en de prijs die ze daarvoor krijgen, wordt bepaald door de vraag van de kopers naar dat product. Als de vraag kleiner is dan het aanbod, dan zul je zien dat verkopers vaak een aanbieding doen. Ze proberen je op die manier toch te verleiden iets te kopen. Dus als de aanbod groter is dan de vraag, zal de prijs dalen. Als het andersom is, dan, en de vraag is dus groter dan het aanbod, dan zal er meer betaald moeten worden voor een bepaald product. Vraag en aanbod dan bij elkaar. Je kunt aardbeien natuurlijk op de markt kopen, maar je kunt ze bijvoorbeeld ook in een supermarkt kopen of in een groentewinkel. Er zijn dus meerdere plekken waar dat product wordt aangeboden. Alle verkooppunten voor aardbeien bij elkaar noemen economen de markt voor aardbeien. En die markt wordt dus ook bepaald naar hoeveel vraag er is naar aardbeien. De markt is dus het geheel van vraag en aanbod naar een product.